De lijn- en streekbussen verdwijnen uit de Burchtstraat in Nijmegen. Alle lijnen moeten in 2020 over de Singels langs de rand van het centrum gaan. De Waalkade wordt eveneens busvrij. Dat blijkt uit het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders woensdag bekend heeft gemaakt. In september neemt de gemeenteraad een beslissing over het voorstel. Wethouder Ben van Hees zet zich al geruime tijd in voor de busplannen. Dat besluit is genomen. Het is een lang traject geweest om de binnenstad meer leefbaar te maken. Daar zijn we lang mee bezig. In 2015 hebben we nota gepubliceerd, de binnenstad van de toekomst. In 2016 was het de binnenstad toegankelijk voor iedereen. Dat was de volgende stap. Ja, en daaruit is nu dit voortgekomen. Want als je weet dat op die Burchtstraat 640 bussen per dag rijden, per etmaal. Dat is natuurlijk krankzinnig, ga maar kijken. En zoveel mensen stappen daar niet in en uit. Dus Nijmegen was ongeveer de laatste stad in Nederland, grote stad, waar een bus dwars door het centrum reed. Een langlopend dossier. Ik kan me herinneren dat 30 jaar geleden er al sprake was van bussen uit de binnenstad. Het is er nooit van gekomen waarom dit de beste oplossing is. Ja, wij zitten in Nijmegen natuurlijk met een compacte binnenstad. Je hebt de Singels. Aan de andere kant heb je de Waalkade en daartussendoor loopt dus in het midden loopt die Burchtstraat. Nou, ja, het moet ergens naartoe, het verkeer. De bussen moeten ergens langs. De eerste stap is dat de bussen over de Waalkade gaan tot eind 2018. De volgende stap is alle bussen over de Singels. Maar dan moeten we nog een aantal ingrepen doen als nieuwe bushaltes op het Keistrianusplein. Andere busopstapplaatsen vergroten, dat zijn gewoon een aantal technische ingrepen. Het nieuwste wat er de laatste tijd is dat Breng Flex van Breng, onze busmaatschappij, kun je van halte naar halte, het moet wel van halte zijn, kun je bellen en dan word je van halte opgepikt en een andere halte neergezet, afgezet. Maar er is één klein probleem, dat kost nog €3,5 per rit. Terwijl het gaat er natuurlijk voornamelijk ook niet om mensen die slechter been zijn, maar ook ouderen. En ouderen hebben hier, als ze willen, een gratis kaart, €10 per jaar. Dan kun je gratis met de bus reizen.